De 21-jarige Davy had hier in het Energiehuis bij Poppodium Bibelo een gezellige avond gehad. Hij stond met wat vrienden nog een sigaretje te roken toen hij belaagd werd door een groep hangjongeren. Eerst riepen ze rot op naar je eigen buurt. Daarna begonnen ze met stenen te gooien. Een stoeptegel raakte Davy vol tegen het hoofd. Er is geen ruzie geweest, er is geen uitlokking geweest, er is geen aanleiding geweest. Toen vlogen direct al, dat zie je op de beelden, de stukken stoeptegel vlogen langs die drie jongens. Dus zonder enige aanleiding, zonder iets. We horen de vader van Davy, die wel graag zijn verhaal wil doen, maar niet herkenbaar in beeld. Hij vertelt dat het nu, 7 maanden later, nog steeds heel slecht gaat met zijn zoon. Hij leeft, maar hij leeft eigenlijk niet meer. Hij heeft ontzettende hoofdpijn. Hij slaapt ontzettend slecht, hij piekert veel. Heeft in mijn bijzijn enkele malen bij Rijndam verklaard... het is dat ik niet weet wat er na de dood is, want anders dan trek ik de stekker eruit. Ik wil niet meer leven. De verdachte blijft volhouden dat hij onterecht vastzit. Hij zegt dat hij die nacht niet eens in de buurt was. Politieagenten hebben hem herkend op camerabeelden. Volgens de advocaat van de verdachte puur tunnelvisie, want de camerabeelden waren erg slecht. Al met al is de vraag of de rechter vindt dat er genoeg bewijs is om de verdachte te veroordelen. De familie Monster vreest het ergste. Het zou voor Davy en voor ons als familie toch wel een ontzettend hard gelag zijn. Dat je eigenlijk, je hebt niks, je hebt geen veroordeling, je hebt helemaal niks. Dus dat zou ontzettend triest zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.